Voeding stelen om te overleven. 20 maanden gevangenis. Offerblokken stelen in kerken. 12 maanden gevangenis. Arbeiders die vechten voor een baan bij de Leize en picknicken op straat. Tot 1000 euro boete. De dood van een jonge arbeiderszoon met Senegalese roots veroorzaken. Een werkstraf van 300 uur en een boete van 400 euro. De dood van Sanda Dia veroorzaken. Zelfs geen strafblad, meneer de minister. Hoe kunt u dat uitleggen? Hoe kan u zeggen dat er geen klassejustitie is in België? Als de dood van Sanda Dia ons allen zo diep heeft geraakt, dan is dat omdat het de vinger op de wonden legt. Sanda Dia was een arbeiderszoon. Degenen die verantwoordelijk zijn voor zijn dood, zijn de kinderen van de Vlaamse elite. Die door zo'n ritueel met de reuzenkommers klaargestoomd worden om de economische elite van ons land te worden. Zonen van de elite die klaargestoomd worden om hard te kunnen zijn, om hard te kunnen zijn met de volkse lagen van onze samenleving. Sanda Dia lag nog in het ziekenhuis toen de jongeren van de reuzenkommersfamilie al met de advocaten aan de lijn waren. Hoe kunt u nog zeggen dat er geen klassejustitie is in België? Meneer Heerdeboom, ik aanvaard niet dat u deze verontwaardiging misbruikt voor uw riedeltje van de klassenstrijd. Iedereen in deze zaal weet natuurlijk dat als het andersom geweest was, dat het volksere jongeren zouden zijn geweest met migrantenroutes, die aan de andere kant waren geweest en dat de elite was die vanaf gezien, was natuurlijk het oordeel anders geweest. Vandaag wil ik toch zeggen dat we er alles gaan doen om deze klassejustitie te stoppen.